een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik heb Jordi net klaargemaakt voor logo en school. En Niels is eventjes spulletjes in de auto zetten. En dan gaat Jordi daarheen. Ja, Jordi. Ben je er klaar voor? Koek, koek. Joef, hou daar eens mee op. Ik weet dat je Jordi knap vindt. Kan hem niet anders, hè? Een knappe vent. Hé? Hé, hey Jordi. Ben je knap vent? Oh, ben je mooi. Met je mooie shirt en je schoenen. En je broekie. En je vette pet. Geweldig die pet. Ja! Knappe vent. Dan ben je toch weer knap, hè, jongen? Ja. Nou, die gaat dus zo naar school. En Liam is hier aan het rondhuppelen. Kruipen. En ik ga Sam even schonen, want die had ook gepoept. Tot nu toe, hè? Je bent er nog niet, hè? En je weet dat ik film, dus hè? Je bent er niet extra tegenhouden. Niels die heeft vaak van z'n morgens als hij een luier verschoot. Oh, dat hij dat doet. Daar ben ik even af. Ik had wat bijzondere dingen met hem meegemaakt. Ik geloof dat 1990 was dat hij uit de gevangenis de Geerhorst kwam in Sittard. En hij dacht dat iemand hem zou komen ophalen. We zijn nu getuigen van een uniek moment. Vanaf dat we hier wonen hebben we die pleuris gordijnen hangen. En ze gaan er nu aan de achterkant vanaf. Oh yes, wat heb ik toch lang uitgekeken hierna. Oh yes, ik ben zo blij. Als een blij ei. En dat was de ene laatste. Nu komt de laatste. Oh yes, hij is eraf. Oh, ik word deze eigenlijk laten hangen. Hé, ben je wel goed of zo? Je kan het ook zien. Dat het al een tijdje zit. Ja, daar hebben we al het omheen getekst. En nu vragen jullie je eigen waarschijnlijk wel af. Komt daar nog een gordijn terug dan? Nee, ik heb rolgordijnen zoals jullie zagen. En dat is wat er komt, is, hangt. Ook hier, deze gaan ook weg. En er komen ook rolgordijnen. Of een rolgordijn, een grote rolgordijn. Die heb ik hier allemaal al liggen. Alleen moeten we gewoon, dingen doen. Ik heb heel veel al in huis wat we kunnen gebruiken en kunnen doen. Alleen we hebben 3 kinderen en daar gaat het niet zo snel mee. Maar ja, volgende week heeft Niels een weekje vrij. Dus dan gaan we flink klussen hier. Niels is eventjes naar de Action. Je moest even een boor of iets hebben, weet ik het. En ik ben met Liam lekker op de bank aan het spelen. En het gek doen. Hè? En het gek doen. Zo hebben we de hele bank al gehad. Kijk uit, hè? Je kan vallen, hè, jongen. Oh. Joef heeft wel eens de gekke 5 minuten, maar hij heeft die dus ook. Echt wel. Mama heeft allemaal snotjes al gepakt bij jou. En de handen weer gewassen. En weer snot gepakt. En weer handen gepakt. En er zit er nog eentje. Sorry voor het beeld, maar er zit nog wat. Allemaal snotties, hè? Nee, je bent niet neuspeuterig, hè? Als je op je hoofdje een beetje... Nee, niet doen. Je moet dat niet doen. Nee, lief hoofdje. Je hebt een lief hoofdje. Niet een stout hoofdje. Je hebt een lief hoofdje. Dat doet Liam dus. Als hij een beetje... Ja, niet gefrustreerd, maar niet echt weet hoe en wat gaat hij op zijn hoofd slaan.
Gekkie. Goed, van de bank. Goed zo. Kijk uit, hè. Goed gedaan. Hier. Liam, ga je niet lopen? Hier, kijk eens. Kijk eens, kun je ook opstaan? Hoi, vriendje. Welkom in het huis. Nee, dat doet u weer. Ik heb elke keer het gevoel dat hij er vanaf gaat donderen en elke keer mislukt dat. Dat gevoel. En dat hij er weer af. En Sammetje, die ligt daar. Die denkt bij zijn eigen broer. Prima jongen. Hallo. Wij hebben net een Meet-gesprek gehad. Dat is net zoiets als Zoom, maar dan van Google. En over Jordi. Over hoe en wat. En wat de aandachtspunten zijn. En wat er in de toekomst nog op de planning staat voor Jordi. En dat soort dingen allemaal voor school. En nu ben ik Sam even de fles aan het geven. En is het bijna tijd om Jordi weer op te halen. Liam die slaapt nog. Die was nog moe. En Niels is nog bezig met klussen. Jordi? Nee. Kijk je? Hey, hallo. Geen tijd. Zijn we lekker naar de bouwmarkt geweest, hè? Ik ben even met Jordi naar de bouwmarkt geweest. Hij was weer klaar op school. En nu gaan we naar huis. Gaat Jordi lekker oranje drinken. Dan kan papa weer rotzooien. Kom eens bij papa. Niet bij die put. Inderdaad. Nee, 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 nee. Kom bij papa. Gezellig spelen bij papa. Daar ergens lekt hij ook, Niels. Daar ergens lekt hij ook. Oh ja. Ik dacht om 3 uur, ik ga zo uploaden. Toen was Jan wakker en toen was Sam weer wakker. En toen dacht ik, ik ga zo even uploaden. Nou, die laptop had ik al klaargezet. Toen had Niels weer iets, Jordi moest gehaald worden. Alles dubbel en dwars. Ik zeg tegen Niels, maar ik ga nu eerst even naar het tuincentrum, even een paar plantjes kopen. Want ik wil het gewoon gezellig hebben in de tuin. Bla bla bla. Nou. Zeg, en dan ga ik even gelijk hondenbrokken halen. Een paar botten halen voor de hond. Zeg, dan is ze in ieder geval bezig. Heeft ze van alles te doen. Ja. 5 uur was ik thuis. Kijk naar de laptop. Dan denk ik, ja. Vergeten. God damn it. Ik denk dat ik de tijd ga aanpassen. Wat vinden jullie? Zal ik de tijd aanpassen of niet? Of op dit moment lukt het me gewoon echt niet om op 5 uur precies te gaan uploaden. Soms lukt het wel, soms lukt het niet. Of zullen we gewoon afspreken dat voor 7 uur op de uploaddag altijd een vlog online staat? Zullen we dat afspreken?
Laat even weten wat jullie prettig vinden. Ik heb net eventjes de twee grote mannetjes in bad gedaan. Jordi en Liam. Liam ligt al te slapen volgens mij zelfs. En Jordi, die heeft nu lekker de fles. En is weer lekker fris voor in zijn bedje. Joe, lekker kriebelen. Dus dat gaan we nu doen. Niels is nog steeds bezig aan het knutselen. En ik ga zo dadelijk ook Sam doen. Want Sam heeft ook inmiddels al honger. Dus ja. En ik heb ook even mijn gauw even gedoucht. Want ja, ik moest toch met Jordi in de douche zitten. Maar Liam hoeft daar niet. Die kan ik gewoon zo hup, douchen. Maar Jordi wil heel graag bij je zitten in de douche. Dus dan zit je al heel snel ook onder de straal. Want hij klampt je vast. En hij trekt je gewoon mee onder de straal. Maar we hebben wel bereikt dat hij zelf onder de douchestraal wil zitten. Dus dat hebben we wel weer bereikt met jou, hè, jongen? Zo. Alle drie mijn mannetjes zijn in bad geweest. En ze ruiken weer lekker fris. Hè? Ja. En hij heeft net een flesje gehad. Jordi ligt in bed. Liam ligt in bed. En volgens mij slapen ze ook allemaal. Of in ieder geval, Jordi en Liam. Ik hoor ze niet. En jij bent nog wakker, hè? Je bent nog wakker, hè? Ja, je bent nog wakker, hè? Nou, deze grote vent die ligt nog te slapen. Maar die gaan we nu wel wakker maken. Want ik moet nog flesjes afwassen. Niels is even mijn Joef weg. Daar komen ze alweer aan. En ik ga heel eventjes Sam wakker maken. Niels, jij bent dit tijd bezig geweest, toch? Ja, ik ben klaar. Maar ik heb je vervloekt, hè? Ja. Met al het puinzooi hier. Ja. Ik kan gewoon weer op gaan ruimen wat ik gisteren allemaal had. Laat Sam doen, flesjes afwassen. En de binnenkant van onze ogen bekijken. In de volgende swipe zie je de volgende dag. Een hele goede morgen. Ik heb er alweer, nou, ik denk de afgelopen uur alweer een hele ochtend op zitten. Ik heb Sam gedaan, Liam gedaan en al heeft Jordi zijn fles. Ik heb hem wakker moeten maken. Of ja, moeten maken. Ik ben gewoon van mening dat hij gewoon rond een bepaalde tijd wakker moet zijn. Dus hebben we deze luilak even wakker gemaakt. Dus die heeft nu zijn flesje. En ja, Liam heb ik al gedaan. Ik heb al twee scheidbroeken gehad van zowel Sam als Liam. Dus ik ben druk bezig geweest met stront scheppen. Zo, ik heb een belrondje alweer gehad. Ik dacht dat ik nog meerdere potjes fruit heb, maar dat heb ik niet. Dus ik heb appelmoes gepakt. Jordi vindt dat heel lekker. En daar heb ik wat vocht bij gedaan. En een koekje bij gedaan. En brint erbij gedaan. Dus. En Liam krijgt het bordje dan. Mijn fruit was door het weer helemaal dood. Ja, Jordi. Dus ja, ik heb eventjes reserve gepakt. Ik heb altijd appelmoes in huis bijvoorbeeld. Zonder suiker, dat er gewoon natuurlijke suikers in zitten enzovoorts enzovoorts. Dus dat heb ik. Aha. En Jordi vindt het altijd prima. Die vindt het ook prima om gewoon appelmoes gewoon tussendoor te krijgen. Toen ik Jordi vrijwel geen vocht binnen kon geven, omdat hij het gewoon echt niet snapte dat hij vocht moest hebben. En dat hij moest drinken, gaf ik heel vaak appelmoes. Of een toetje. Of, nou, in ieder geval dat hij toch iets binnenkreeg. Dus ja, dat waren mijn foefjes bij Jordi. En Jordi is het altijd eigenlijk lekker blijven vinden. Hij vindt het ook lekker om bijvoorbeeld door zijn avondeten appelmoes te hebben. Liam niet, die vindt dat zo vies. Maar Jordi wel. En Liam die eet ook lekker zijn fruitje. En Liam? Ook lekker fruitje, hè? Ja, je kan er niet met je mond vol. Oh, nou wel. Chile. Dus ja, dat is op dit moment waar ik mee bezig ben. Vanavond komt het fruit binnen hoor, want ik heb besteld.
Dus dat komt netjes gewoon binnen vanavond. Dus morgen hebben ze weer lekker vers fruit. Ah. En trouwens, mijn vriezer was ook een heel eind leeg qua fruit. Dus die moet ik ook weer aan gaan vullen. Ik dacht dat ik nog wel wat had, maar dat had ik niet. Ja, Liam die is alweer wakker. Jordi wilde niet slapen, maar die slaapt nu toch. Die ligt in zijn bedje. Sammetje slaapt nog, die moet eigenlijk de fles, dus ik wacht nog heel eventjes. Is het een uitloop van een uurtje? Hey. En je hebt een mooie pet op, hè? Het is een mooie pet. Er zijn Mickey Mouse staat erop. Dan ben je toch knap met pet? Ja. Yeah. Ja, dat is jouw pet. Ja. Ben je stoer met pet? Ja, die is stoer. Die is op zoek. Hop, hop. Die moet je even opzetten. Dat is leuk. Ik dacht... Hoe komt het toch dat jij zo zeurig blijft, hè, Liam? Mama vroeg ze eigenlijk er echt af. Ja, je ziet het een beetje zo zeuren en een beetje boosig. En nee, niks is goed. En ik heb een oorthermometer, maar daar was hij zo van aan tegenstribbelen. Dus ik denk, nou, dan gaan we het op de ouderwetse manier doen, hè. Mama heeft die toch in huis. Ja, dus mama die is jou in je kontje gaan meten. Dat was eventjes niet leuk, hè, jongen? Ja. Dus ik was aan het meten en hij liep al heel gauw op tot 39 graden koorts. Dus mijn mannetje heeft koorts. Garen, hij heeft koorts. Ja. Ja, dat is niet leuk, hè? Dus mama heeft een zetpilletje gegeven. En dan gaan we even kijken hoe dat dan loopt. Ja, maar jij hebt nooit koorts, hè? Dus je voelt je eigenlijk echt niet lekker, hè, vind je? Je wil ook even... Nee, je wil ook dit bij mama zitten. Ja, dat is niet leuk, hè? Ik denk dat hij er gisteren ook al wel last van had, hoor. Maar ja. Hm? Komt wel weer goed, hè? Goed jou in de gaten houden, schatje. Zorgen dat hij goed blijft drinken, vooral. Liam zit even lekker op de tablet Bing te kijken. Jordi is hartstikke chagrijnig. Hij heeft geen buikpijn of zo. Dit is gewoon echt chagrijnigheid en niet mee willen werken. En het gaat niet naar zijn zin. Hij is heel rustig. Wat ik nou gedaan heb, is ik heb echt gewoon een kwartier lang met hem alleen maar zitten knuffelen, 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 knuffelen. En nou is het rustig weggeëpt. Ik heb tussendoor ook je Vroos aangezet. Dat vond hij ook fijn, omdat dat vrolijk is. En daar wordt hij een beetje vrolijker van. Dus ik heb alle settings eigenlijk geprobeerd goed te zetten. Zodat hij weer een beetje rustiger wordt. Wat ben je nu, schatje? Wil jij nog een koekie? Ik ga hem nog even een koekje geven, want hij is lekker aan het knabbelen. Dus dan, dan krijgt hij toch iets binnen. Als hij daar geen avondeten wil, dan heeft hij toch iets lekkers gehad. Oh, hij is zo ziek, hè? Ja. Had je net papa ondergespuugd, hè? Moest je samen met papa de douche in? Oh. Ja, hij heeft nu 40 graden koorts. 40 graden koorts, hoor, mensen. Mama heeft een zetpilletje erin gestopt. Hè? Als je maar een beetje weer naar beneden gaat, hè, kun je dadelijk een flesje hebben. En dan kun je proberen om te gaan slapen. Hè? Want slapen is goed als je koorts hebt. Zoveel mogelijk. Ja.
toch? Ja. Heb je last van je oor? Mag mama dit doen? Mag mama dit doen? Ik doe het niet hard hoor, mensen. Maar meestal bij Jordi kun je dan zien of dat er pijn is. Maar zijn oren zelf zijn ook gewoon koel. Zijn hoofd gloeit helemaal. En mama's buik is een trommel. Dan ligt hij lekker bij papa. Papa doet hem af en toe een keer een paar slokjes geven. En we kijken wel hoe dat het loopt. Hè? Dan ga ik hier eventjes de planten doen. Want ik had een paar plantjes gekocht. Die ga ik even poten. Dan is die in ieder geval zijn die gepoot, kan ik ze water geven. En dan ga ik Jordi zorgen dat hij naar bed komt. Lian blijft lekker bij papa even hangen. Toch papa? Ja. En ja, we gaan het wel zien. We kunnen nu toch niks doen als dit. Ga maar na als je zelf niet lekker bent. Dan wil je ook niks. Dan wil je ook gewoon lekker hangen bij je papa of mama toen je baby of kind was. We hebben net Liam even uit bed gehaald. Even wakker gemaakt. Hij heeft 39,7. Ja. Dus hij heeft echt serieuze koorts. Ja. En ik voelde net ook al een gloeien. Ja, dus ik vind het ook belangrijk dat hij toch iets van vocht even binnenkrijgt. Dus vandaar dat ik ook eventjes wat water voor hem heb gepakt. We hebben een zetpilletje eventjes gegeven. En nou doen we heel eventjes... rustig even zitten en dan doen we hem dadelijk weer een beetje lekker. Ja. Gelukkig krijgt hij wel praatjes. Ja, dat zijn niet de praatjes die we willen. Mm-hmm. Hij is niet blij in ieder geval. Dat is papa, hè? En maar papa en mama zijn ook niet blij dat Liam zo is. Nee. Wil je nog een slokje of niet? En wij gaan zo slapen. Met z'n allen. Sam slaapt al, Jordi slaapt. Ik heb nog eventjes plantjes gedaan en alles. En heel veel was even gevouwen. Niels heeft de keuken even opgeruimd. En voetbal gekeken. Ook. En dan gaan wij zo dadelijk lekker slapen. Maar hij heeft al, hij heeft echt dorst, want hij zat vol en hij heeft hem tot hier heeft hij hem al op. Dus hij heeft echt al... genoeg gedronken. Nou ja, hij heeft gewoon... goed gedronken. Ja, gewoon dat hij ook echt aangeeft dat hij dorst heeft. Want hij trekt zelf ook dat hij dat ding naar zich toe wil trekken. Dus we gaan het gewoon afwachten hoe dat het loopt. Mm-hmm. Maar houden hem in ieder geval in de gaten. Dat zeker. Ja, dat is die aan me. Kan je daar nog? Nee. Nee, hij wordt het door. We doen nou niet niks forceren of dwingen. Mm-hmm. Als een kindje hier ziek is, dan wordt hij in de watten gelegd. Niet alleen kindjes, hè? Wat? Als papa ziek is, wordt hij ook in de watten gelegd. Ja. En papa is nooit ziek. Want dan ben je ook net een kind als je ziek bent. Mm-hmm. Oh, ik voel me niet lekker. Een mannengriep is veel erger, hè? Ja. Kijk maar naar Liam. Ja, maar Liam heeft kindjesgriep. Maar Liam heeft de echte griep. Ja, we gaan ook de vlog afsluiten. Oh. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Welterusten. Trusten.